Video's maken is voor ons meer dan alleen een hobby. In deze podcast gaan we het hebben over het impact wat online video's maken op ons heeft. En als het al zo'n impact op ons heeft, hoe zit het dan met de impact op kinderen en tieners? We gaan het hebben over familievloggers. Ik heb als volwassene een bewuste keuze gemaakt om mijn leven online te delen. Maar hoe zal dat voor die kinderen zijn, die niet zelf die keuze maken? Vandaag gaan we het dus hebben over dit fenomeen. Mentaal gezien kan het best wel wat van mij eisen. Dat weet jij zelf ook. Ja. Jou eist het wat minder, want jij bent er wat minder mee bezig, hè? Nou, niet zozeer het filmen, video's maken. Maar ik denk jezelf online neerzetten. Dat best wel een impact gehad heeft in het begin. Ja? En ik denk eigenlijk nog steeds wel dat ik daar wel vaak bewust met dingen bezig ben in mijn hoofd. Ja? Toch wel hoe je overkomt, dat je iets goed verwoordt, dat je geen rare dingen zegt of iets zegt waar iemand je op zou kunnen pakken of waar je op gecanceld zou kunnen worden. In die zin ben je er altijd mee bezig. En we zaten dus van de week video's te kijken en onder andere van de familie Bellinga. Ja, ik ben sowieso niet echt van de familievloggers. Nee, totaal niet. Persoonlijk, ik kijk wel veel, heel veel YouTube. Maar de mensen die ik kijk, die kinderen hebben, die laten die kinderen eigenlijk niet echt... De video's draaien niet echt om de kinderen. Nee, niet om de kinderen. En dat is bij familievloggers wel, want ik heb eigenlijk ook niet echt een interesse in de family life. Maar wij kijken wel eens als iets voorbij komt of er is een commotie ergens iets om en dan kijken we wel even ernaar. Ja, ik moet er even bij zeggen dat wij er een beetje naar kijken, meer vanuit verbazing. Ja. Ja, want om het te vertellen waarom we het inderdaad hierover willen hebben, is omdat zij op wereldreis gingen. Ik was vooral heel benieuwd hoe je dat doet met school. Ja, precies. Ik dacht ook van, hoe doe je dat met school? En toen hadden we het daarna erover. Er zijn genoeg kanalen die dat ook doen, weet je wel. De Bellinga's zijn nou eenmaal een van de grootste, dus dan heb je het daar snel over. Mm-hmm. Maar wij dachten wel van, ja, het is best wel intens als je bedenkt dat zij vanaf 2016, dat heb ik opgezocht, bijna dagelijks video's maakten, dat er nu al meer dan 3000 online staan. Betekent dus dat die kinderen vanaf 2016 al bijna dagelijks, want het is volgens mij niet altijd dagelijks geweest, geconfronteerd worden met heel tijd een camera. Ja. En aan de ene kant kan je denken, ja, vroeger kon je ook home video's en dat soort dingen maken. Maar dit is natuurlijk heel anders in dat opzicht. Mm-hmm. Omdat hoe je het ook went of keert, als je video's maakt, vlogs maakt, je bent heel erg bezig met dat je moet een soort toch presence moet geven. En in home video's vroeger was dat niet. Je wist dat niet gedeeld ging worden. Nee. Of misschien op een verjaardag of zo. Maar het is gewoon een heel ander gevoel. Hoopte je dan dat niet ging gebeuren? Ja, nou ja, precies. Wij hadden geen camera, dus wij hadden er sowieso niet... vakantievideo's verschenen en dan op de familiebijeenkomsten. Ja, dat is voor mij een ver van mijn bedshow, want wij hebben nooit een camera gehad. Dus. Echt? Maar jij hebt ook video's fotocamera. Van vroeger, toch? Nee. Ja, onze buurman had een videocamera. En op vakantie bijvoorbeeld? Nee, alleen foto's. Maar ik heb videobeelden gezien. Ja, toen was ik al ergens in de 15, 16 of zo. Oh, oké, was je daarvoor... klein dan? Je leek heel klein. Nee, ik was een dik tienertje. Oh. Nee, wacht, ik denk dat ik trouwens 13 was, 14. Toen had ik mijn eerste camera. Oké. Ja, dus... ik heb ook geen beelden van vroeger, hoor. Dus ik weet ook niet hoe dat voelt. Maar ik kan me wel voorstellen dat je als ouders beelden van jou... bijvoorbeeld lekker spelend naakt in een badje gaan laten zien... op de familiebijeenkomst, dat je wel kan schamen. Ja, dan je wel. Maar het is anders. Ik vind het toch echt anders. Omdat, kijk, het vloggen aan zich... je weet dat mensen hier naar gaan kijken. Dus je bent toch altijd een klein beetje een presentatie aan het ophouden. Het is niet... Kijk, uiteindelijk ben ik echt mezelf wel. Maar je weet dat die camera aan staat, net zoals nu. Als ik echt nu gewoon zo zou gaan zitten praten. Ja, oké. Als wij nu zouden praten, dan zouden we gewoon allemaal dingen verkeerd blijven zeggen. En dat maakt dan niet uit. Ja, precies. En nu ben je iets meer op je woorden aan het letten. Dat je denkt, ik wil wel dat het verstaanbaar is. En dat, Ja, precies. Nee, dat is het ook inderdaad. En toen zaten we dus daar van de week over na te denken. Want we zaten dus een video te kijken en dachten van, ja, intens dat je met je kinderen een wereldreis gaat maken. Even eerst. Dat was met respect. Met respect, even afgezien van die camera. Maar toen dachten we wel van, ja, je ziet aan die kinderen dat ze een soort van getraind zijn bijna om voor de camera te reageren. Ik denk dat zij dat als zo normaal vinden. Dan keer ik even terug naar 4 jaar geleden zo ongeveer. Mm. Ja, ik blijf maar op die 4 jaar hangen, geloof ik. Misschien is het ondertussen al langer geleden dat ik in de kamer... Oké. Ongeveer. Dat ik het zo ongemakkelijk vond. Ja. En dat ik ondertussen, nu 4 jaar later, wel aardig weet hoe ik een beetje
presentable ben en hoe ik een beetje duidelijk ben en uit mijn woorden kom en toch een klein beetje meer aansta, iets vrolijker, iets meer intonatie in mijn stem gooien. Ja, anders versta ik Glenn niet. De eerste weken dat ik met haar contact had, ik verstond niet eens wat ze zei, dus ik kreeg alleen maar ja en nee knikken. Ik praat, als ik normaal gesproken praat, heel erg binnensmonds en een beetje mompelend en zo. Ja. Dus je doet toch altijd wel een klein beetje best als je camera aanstaat. Ja. En dat zie je ook aan die kinderen van het gezin, dat ze gewoon een beetje aanstaan. Ja. Vooral de oudste, dat die groep eigenlijk zowat al SBS-programma's kan presenteren. Ja, basically wel. Het lijkt er wel op, toch? Ja, ja. En toen dacht ik me, als ik het als werk voel, het voelt voor mij wel als werk, want het is mijn werk en het kost ook echt veel energie, mentale energie en dat soort dingen. Hoe voelt het dan voor die kinderen? Mm-hmm. Ik ben ooit, voor de mensen die niet weten, heb ik in een musical gespeeld. Zowel de repetities als het optreden is werk voor een kind. Mm-hmm. Ik kreeg heel weinig voor betaald, dat kan ik je wel vertellen. 50 gulden per optreden. Niet eens de repetities kregen voor betaald. Mijn ouders kregen geen reiskostenvergoeding. Wow. Het is echt bizar. Ja. Maar het was werk. En ze hadden het zo ingedeeld dat wij begonnen met spelen ergens november tot december. En dan het volgende jaar. Dat kwam omdat er best wel strenge regels zijn aan kinderen die dus aan arbeid doen. Ja. Als vloggen voor mij arbeid voelt, dus werk, waarom is het voor die kinderen geen werk? Kijk, je kan zeggen, de ouders houden de camera vast en de ouders editen het of een bedrijf edit het. Zij zijn alleen maar aanwezig. Ja. Dat zou je kunnen zeggen. Dat vind ik bij vloggers zoals Marcia Teske en dat soort dingen. De kinderen zijn aanwezig. Ja. In het geval van familievloggers, waarin het kanaal draait eigenlijk om de kinderen, mm-hmm, is dat gewoon anders. Die kinderen, als je die wegtrekt, dan is het kanaal gewoon, dan bestaat het niet meer bijna. Nou, ik denk dat het dan veel minder interessant is. Ik denk dat het wel niet per se om de kinderen draait, maar echt om de familie. Mm. Want ze willen wel ook de interactie tussen de ouders zien. Ja, dus het draait wel om de familie. Ja. Maar als de kinderen uit beeld zijn, dan denk ik dat het een stuk saaier gaat worden en ook minder bekeken zal worden. Dus in die zin, de verdiensten zijn er omdat het om de familie draait. Ja, ja. Ik vind het niet erg als mensen geld verdienen. Maar ik vind het wel intens dat kinderen daar zelf nog niet de gevolgen van zien dat zij op zo'n grote schaal eigenlijk, ik wil niet zeggen misbruik, maar gebruik van gemaakt wordt. Want dat wordt het wel uiteindelijk. Mm-hmm. Er zijn films uitgekomen. Er zijn muziekvideo's. Ik heb gekeken dat een van de kinderen heeft gewoon 18 liedjes. Wow. Ja. Insane. We hadden een serie gezien. Nou, ik neem aan dat ze ook nog wel een boek hebben gemaakt. Ja, het zijn eigenlijk gewoon kindsterretjes. Het zijn echt kindsterren, ja. Ik denk dat YouTube is helemaal niet zo nieuw meer. Nee. Waarom is dat nog zo'n grijs gebied dat ze dat niet kunnen zien als zoveel uren mag dat voor kinderen? Ja, ja, ik begrijp het dus ook niet. Want het is nu al, YouTube bestaat, de YouTube-scene in Nederland bestaat al sinds 2009, laat het zo, mm-hmm, zeggen. Volgens mij zijn zij rond 2014, 2015 echt begonnen, yeah, dacht ik. Dus wel 10 jaar geleden. Okay. Ik kan me nog herinneren dat Daniel een keer voor me heeft gezeten bij een YouTube-meeting. Dus toen waren ze al bezig en toen waren wij ook net met Vet Gezellig begonnen. Dus dat is al 10 jaar geleden. Waarom is er in 10 jaar tijd nog niet echt, waarom is er in 10 jaar tijd nog niet zoveel, ja, er is veel, in 10 jaar tijd is er best wel wat aandacht voor gekomen. Er is nog steeds niet echt een regelgeving gekomen. En dat, mm-hmm, vind ik best gek. Omdat voor de tv-industrie, voor de theater, voor films, voor eigenlijk heel die sector gelden er hele strenge regels. Ja. Maar omdat dit ergens toch ook in iemands huis gebeurt, dus in een privé-situatie, mm-hmm, is het gewoon denk ik heel moeilijk, ja, niet te controleren, maar het is niet moeilijk te controleren, maar het is moeilijk denk ik misschien een wetgeving om aan te passen. Ja, ja. Terwijl aan de andere kant, je kan heel duidelijk zien dat bij meerdere van die kanalen de kinderen wel gewoon gebruikt worden om die content te kunnen maken. Dus is het ergens werk. Want voor die ouders is het werk, dan is het voor de kinderen ook werk. Als voor mij werk is video opnemen en ik krijg ervoor betaald, dan is het voor zo'n kind ook. Ik denk gewoon dat het een lastig gebied is, omdat je niet per se betaald krijgt voor het video's maken. Nee, oké. Okay. Maar voor de advertenties erop draaien. Ja, maar er wordt wel geld mee verdiend. En als je geld met iets verdient, dan wordt het als werk. Ja, maar dat is dus nieuw, toch? Nee, volgens mij is dat altijd al geweest. Als in, jij krijgt in een film betaald voor je acteerwerk. Ja. Yeah.
Dat krijg je in de video niet. Dan zouden ze daar eigenlijk geen geld op mogen verdienen. Ik denk als je die video's gewoon online zet, zonder dat daar iets aan geld wordt verdiend, dan kan je het niet als werk zien. Maar als jij een financiële compensatie krijgt, denk ik, voor zoiets. En ze hebben natuurlijk ook samenwerkingen. Het is niet alleen maar die video's, het zijn ook samenwerkingen. Dan is het toch wel lastig om te zeggen van nee, dit is geen werk. Want het is in de privésfeer en ik film gewoon mijn kinderen. Ja, ik vind het een heel ingewikkeld iets om te bedenken hoe dat nou precies zit. Want ik zou zeggen, als het om kinderen draait, zo'n kanaal, dan vind ik dat het geen advertenties mag draaien. Gewoon helemaal niet? Eigenlijk. Hoezo? Het is een kinderkanaal, vind ik. Oké, en dus kinderen die op YouTube zitten, die mogen dan ook volgens die norm ook eigenlijk niet? Nee, ik vind dat je vanaf 18 jaar mag verdienen op YouTube. Maar je mag ook een bijbaantje hebben vanaf je 14e. Dat snap ik, maar dat is niet voor duizenden mensen op het internet. Nee, ik vind dat deze, je de kinderen moeten beschermen. Ik vind niet per se dat de kinderen geld mogen verdienen. Hè. Ik denk, al verdienen ze miljoenen. Maakt me echt niet uit. Nee. Maar ik vind dat we kinderen moeten beschermen en dat ze als volwassen zijn volgens de wet, 18 jaar, dat ze er dan zelfbewust voor mogen kiezen om zichzelf op het internet veelvoudig te zetten. Ja, het lastige is natuurlijk wel dat de kinderen er niet voor kiezen. En kinderen toch vaak hangen aan ouders. En wat de ouders goed vinden, dat wil je dan graag ook doen, toch? Als in, je hangt toch echt aan je ouders. Dat zijn je voorbeelden. Ja. Dus als jouw voorbeelden zeggen van, joh, we gaan video's maken, dan zal een kind daar snel in meestemmen. Natuurlijk, ja, maar kinderen kunnen het ook hartstikke leuk vinden. Ja. Zeg niet dat bijvoorbeeld de familievloggers, dat die kinderen eraan onderdoor gaan. Dat ze knijterhard werken en dat ze maar moeten presteren. Ja. Ik denk dat veel van die kinderen het ook hartstikke leuk vinden. Ik denk alleen zie je ook trouwens dat wel ze de gevolgen nog niet kunnen overzien voor wat dat in de toekomst gaat betekenen. Ik vind gewoon dat privéleventjes van kinderen, ja, vind ik gewoon heel gevoelig iets. Ja, want we zaten dus een beetje rond te kijken op de meerdere kanalen die er ook zijn. En het lijkt, nogmaals, het lijkt, want ik weet ook hoe vlogs worden opgenomen. Je bent niet heel de dag bezig met alleen maar filmen. Dus ik snap ook hoe het werkt. En ik weet dat die kinderen waarschijnlijk ook wel wat rust krijgen. Maar toch, omdat er zoveel wordt uitgepompt eigenlijk qua content, is het bijna niet te verkopen dat het meer dat het alleen maar leuk is. Omdat het is, er zijn 7 video's per week als je dagelijks vlogt. Dan zie je ook nog eens dat de verschillende kinderen ook nog eens andere kanalen hebben. Daar worden ook nog video's op gemaakt. Ja. Hoewel ze dat ook misschien wel leuk vinden om te doen. TikToks worden er gemaakt. Ja. Er worden, nou ja, TikToks en Reels en Instagram is gewoon hetzelfde natuurlijk uiteindelijk. Er wordt heel veel, er worden video's, foto's gemaakt, er worden thumbnails gemaakt. Ik zat naar een thumbnail te kijken. Dat is echt vermoeiend, lijkt me dat. Het is fucking vermoeiend. Ja. We zaten op het kanaal te kijken op tv en ik zeg van kijk, die thumbnail, die moeten ze dan even. Het is maar een seconde, hè, want je maakt even naar achter kijken, even een foto voor de thumbnail. Ja. Weet je, dat is een seconde, maar het is wel, je moet heel de tijd aanstaan. Ja, en dan kun je alleen maar bedenken hoe dat voor jezelf is. Ik vind het dodelijk vermoeiend als ik elke dag film. Als je elke dag moet nadenken, dit wordt de thumbnail, dit wordt de titel. Kijk, de kinderen hoeven dat niet te doen, maar ze moeten er wel in meedoen. Ze moeten er wel in meedoen. Even fotootje maken, even leuk kijken. Nee, die is niet goed. Hoe vervelend vind je het soms als ik vraag? Dus ja, ik vind het verschrikkelijk. Maar kijk, dan kan ik nog denken, misschien ben ik daar, is dat niet mijn ding? Nou, daar hou ik sowieso niet van, constant die foto's en al die daarom sta ik meestal gedwongen dingen. Ja. Daar hou ik niet van, maar ik kan me dan voorstellen, misschien vinden die kinderen het geweldig leuk. Dat terzijde, het is nog steeds veel werk. Het is echt veel werk. Ik denk dat mensen dat echt onderschatten die geen video's maken. Het is echt. En nogmaals, natuurlijk, heel veel mensen krijgen een goede financiële compensatie. Ik had hem ook wel graag gewild. Die van Enzo en Gio bijvoorbeeld. Maar alsnog, het is echt veel werk. Ja. Je moet het echt niet onderschatten. En ik wil je niet zeggen van, oh, ik heb zo'n zwaar beroep. Nee, helemaal niet, want het is superleuk wat ik allemaal doe en dat soort dingen. Maar mentaal gezien, elke dag die camera oppakken en toch weer iets leuks ervan willen maken. Mm-hmm. En daarna nog comments reageren, de video editen, leuke ideeën bedenken. Het kost gewoon mentaal gezien best wel wat inspanning. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat de ideeën en alles vaak van de familie zelf, van de ouders vandaan komen. Maar alsnog, ik denk dat als jij weet dat stel, mijn kanaal gaat even niet lekker. Nou, je weet hoe ik er dan bij zit. Hel voor mij. Die ouders hebben dat ook. Want die hebben natuurlijk een groot huis. Dat is universeel, denk ik, voor universeel, ja, elke mensen YouTuber die video's maken. Elke YouTuber die ik spreek, als de views down zijn, zijn de mensen down. Ja, dat is gewoon zo. Maar dan moet je even nadenken. Die kinderen die zijn thuis en het hele imperium is eigenlijk voor 90% op jou gespitst. Als die views naar beneden gaan,
dan merk je dat aan die ouders. 100%. Dat weet ik bijna wel zeker. Of ze proberen het bij de kinderen weg te houden. Ja, lijkt maar me wel toch. Dan moeten ze ineens meer content misschien eruit poepen. Weet ik veel. Maar in ieder geval, je merkt het wel. Nou, ik ben niet te genieten als de video niet goed loopt of het instort. Als dat allemaal op je schouders rust, als familie. Oké, ik zeg als familie. Is dat best een hoop. Ja. Want jouw populariteit wordt toch gemeten aan hoeveel kijkers je hebt. Mm-hmm. En ook je geld wordt eraan gemeten. Ja, dat is wel wat jij zegt inderdaad. Je moet er ook wel bij stilstaan. Kijk, ik vroeger als kind heb weinig gemerkt van alle zorgen die mijn moeder had. Mm-hmm. Maar mijn moeder, de inkomsten draaiden niet op onze video's. Nee, precies. Dus, ze draaiden niet om jou als kind. Dus het is een ander soort druk eigenlijk. Laten we ook kijken naar al die kindsterren. Daar weten we nu toch ook van dat het mentaal gezien heel veel van die kinderen heeft geëist om bijvoorbeeld in een Nickelodeon show te spelen. Ja. Om Britney Spears te zijn in Disney. In de Disney. De impact club. Op die kinderen en die tieners was enorm. Thuis. Ja, maar het allerergste vind ik, is dat je kinderen eigenlijk openstelt aan kritiek van heel Nederland, heel Benelux eigenlijk. We hebben ook wat commentary kanalen daarna gekeken. Ja. Wat gelezen in de comments. Ja. En ik vind het verschrikkelijk. Ja. Ik vind het echt, echt verschrikkelijk hoe dan die kinderen, en voornamelijk een van de kinderen, echt zoveel shit online krijgt te horen. Ja, ik denk dat je misschien daar, dat misschien nog wel erger is misschien dan het hele. Ik vind dat zo zielig. Dat ze aan het werk zijn. Want ik denk, hoe, ook al ben je hier heel je leven mee opgegroeid, reacties van mensen die haten, dat komt altijd binnen, ook al is het er één. Weet je, je kan 100.000 die goed zijn. Als er eentje die slecht is, die blijft in je hoofd zitten. We hebben het laatst met Sophie er nog in een video van haar erover gesproken. Het is inderdaad je kind openstellen tot heel veel kritiek. En die kinderen krijgen veel kritiek. Het is een tijd geweest dat de comments volgens mij uit waren, omdat familiekanalen allemaal als kindercontent werden gezien. Ja. Ik weet niet hoe ze weer reacties terug hebben gekregen. Ik heb dat bij een ander kanaal ook, uit Australië een kanaal gezien. Dat was heel lang die comments uit, omdat zij ook echt om het gezin draaiden. Oké, en dat is ook weer aangegaan dan, of niet? Dat is ook weer aangegaan. Dus ik denk dat daar weer een loophole in te vinden is. Ja, of YouTube misschien heeft het gewoon weer terug. Het is weer, maar ik vind het gewoon heel erg sneu, omdat, kijk, als volwassene kies je ervoor. En zelfs dan weet je niet waar je voor kiest. Echt niet. Nee, dat is waar. Dan krijg je commentaar over je heen. Of je zegt eens een keer iets onhandig. En gelijk de cancel culture is op je nek. Ja. Nou, ik vind dat gewoon, daarom, dat gaat mij dan best wel aan het hart. Daarom vind ik dat het vanaf 18 jaar moet zijn. Ik vind niet dat met je met, en 18 is zelfs nog te jong, vind ik wel. Ja, dat, hoor, kinderen reacties en tieners. Ik vind echt niet dat je dat op je dak moet krijgen. En ja, het maakt je misschien harder of je leert hoe de wereld is, maar waarom moet dat op zo'n rot manier? Maar ja, dan zit ik wel met de vraag, hoe ga je dat in godsnaam doen? Want er zijn ook kinderen die het gewoon leuk vinden om een filmpje online te plaatsen. Of zeg je gewoon van, überhaupt, kinderen moeten gewoon niet online plaatsen. Kijk, ik wil niet, als ik het voor het zeggen had, zou ik denken lekker 18+. Maar ik snap ook dat er heel veel verschillende meningen over zijn. En sommige mensen zeggen, ja, maar ja, het is de hobby. En ze vindt dat verschrikkelijk leuk. En ik beheer de comments. En zij ziet alleen de leuke comments. Dat deed de vader van Joy. Dat vind ik, denk ik, oké, nou ja, als jullie een weg gevonden hebben. En het kan allemaal op die manier. Ja. Ik denk dat er wel wat strengere regels moeten komen. Dat het echt, dat we echt kinderen moeten beschermen. Maar dus eigenlijk wat je zegt betekent dat het meer gaat om de reacties. Dus eigenlijk wat het de impact, op het leven. Dan, ze moeten werken. Want vind je dat dan? Kijk, werken, ik kan niet zeggen wat daar gebeurt in het huishouden. Nee, want misschien vinden die kinderen het geweldig. En ja, hadden wellicht ze niet, is maar een kwartiertje per dag. Ja, hadden ze niks liever gewild dan dit? Je weet het niet. Nee. Ik ben daar niet bij en niemand is erbij. Ze kunnen niet echt over oordelen. We kunnen niet echt oordelen of die. Kijk, tuurlijk, als er strengere regels zou komen, je mag maximaal zoveel uur per week de kinderen filmen of online zetten. Ik neem aan dat je er waarvoor bent dat er gewoon regels voor komen. Er moeten regels komen, dat sowieso. Ja, ja. Hè, maar voor nu kunnen we, ik kan wel, je kunt wel ergens een berekening maken van hoeveel uur die kinderen werken. Ja. Maar dat heb ik trouwens werkt gedaan. Dan bijvoorbeeld, heb ik gedaan, als je de gemiddelde neemt van 3 kwartier per video, en dat hebben ze sinds 2016 dagelijks geüpload, dan kom je uit op meer dan 3000 uren. Als zij in elke minuut van de video
aanwezig zijn, alle vier of alle vijf, vier kinderen, vier kinderen, dan hebben ze 261 uur per jaar gewerkt. Als je alleen dat telt, even. Mm-hmm. Dat zou in principe in de norm mogen. Voor die leeftijd ook? Voor de leeftijd 8 tot en met 12. Ja, oké. Okay. Ja. Maar dat zijn ze niet. Dat is waar. Dan heb je een punt. Maar oké, stel zou dat zo zijn, dan zou dat even tussen aanhalingstekens, inderdaad, volgens mij is vanaf 8 is die regel en daarvoor gelden nog strenge regels. Ja, oké, okay, maar dat is okay, alles wat online verschenen is. Dat bedoel ik. Ja. Dan hebben ze inderdaad nog films gespeeld. Dan hebben ze nog... Oké. En het is alles wat online verschijnt. Dus je weet niet hoeveel beeldmateriaal er überhaupt gemaakt is. Ja. Ik neem aan dat jij, als jij aan het repeteren was, dat ook meegeteld werd in uren. Niet alleen wat er op het podium werd. Nee, dat was ook heel streng. Mm. Ze hebben hele... Toen met die musical moesten we ook echt... We mochten maar zoveel uur per dag. En dus 7 uur per dag volgens mij. Maar dat vond ik nog best veel. Dat is wel veel, hè? Ja. Maar sommige dagen mochten we dus maar een halve dag bijvoorbeeld. Oh, ja. Omdat het gewoon in uren niet uitkwam. Maar dat is ook de loophole die ze vonden. Is dat je dus inderdaad aan het einde van het jaar dan dat gaat doen. En ze hadden 4 casts. Dus er waren 4 andere kinderen die mijn rol ook speelden. In Amsterdam, Den Haag en Bussum, waar we optraden. Ja, dus als dat daar toen al zo was. En nu kinderen sowieso veel meer... makkelijker werken online bijvoorbeeld. Want inderdaad, video's maken en dat soort dingen. Wat is werk? Daar moet dan veel meer richtlijnen voor komen, denk ik. Maar dat is wel, als het zo streng is voor dat soort bedrijven, dan zou het dus ook echt wat strenger mogen zijn voor kanalen. Ja, ik denk dat daar echt dat daar goed naar gekeken moet worden. Ja. Maar ik denk dat ik wel met je eens ben, als ik er nu ook over nadenk, had ik nog niet over nagedacht. Nou, we hebben het al een keer over gehad, maar die reacties is misschien nog wel heftiger. En ik denk dat je je kind tot op zekere hoogte kan beschermen als ze naar school gaan. Ja, de echte wereld is ook keihard en vooral bij kinderen. Ja. En reacties online, hè. Je kunt ook denken, ik zet het uit of ik filter ze. Mm. Maar je hebt ook nog andere kanalen, je hebt ook forums. Je hebt overal waar mensen wel TikTok. Een mening over hebben. En je zou kunnen denken, dat is laten we allemaal liever voor elkaar zijn. En dit moet maar leren dat iedereen moet accepteren zoals die is. Maar daar zijn we nog echt... Ik denk dat we daar misschien wel nooit gaan komen. Vriendelijk naar elkaar kunnen zijn. Ik wil niet doemdenken, maar ik weet zeker dat we daar nooit gaan komen. Het is echt een illusie om te denken dat we allemaal vriendelijk en leuk met elkaar omgaan. Ja. Dus dat gaat de mensheid, denk ik... Met respect, nooit bereiken. Nee. Ik denk dat... er heel veel winst te behalen valt, maar 100% van de mensheid die 100% vriendelijk tegen elkaar gaat zijn, dat is echt de grootste illusie ooit. Top. Ja, ik denk dat ze wellicht wat meer elkaar kunnen gaan accepteren en wat meer open-minded zijn. maar ik denk dat het wel ophoudt bij... online kan gewoon alles anoniem neergezet worden. Ja. En als mensen het online lezen, stel je voor, je bent 13, 14 en je leest van alles over een van die kinderen daar. En je ziet opeens die jongen lopen. En je vrienden die gaan opeens dingen naar hem roepen. Ja, want dat heb je dus ook als ouder niet in de hand. En jij vindt dat grappig, want jij hebt van alles gelezen van... oh, die is zo en zo en ik las hier dat je dit en dat bent. Ja. Ik vind het sneu en ik zou daar, denk ik, als ik zelf nog ooit kinderen mag krijgen... dan zou ik, denk ik, net zoals bijvoorbeeld een Marsha of een Teske... kind gewoon... leuk, speelt met blokjes. Teske laat wel zien, Marsha laat helemaal niet zien. Dat is het ook natuurlijk weer een grijs gebied. Ja, maar dat gezicht, ik snap het. Ja. Maar dan zou ik, leuk, het speelt met blokjes, nou gezellig. En dan weer verder met mijn eigen Ja, precies, want het content hoofd. Draait in principe... Nee, maar daarmee heb je natuurlijk ook een verschil tussen... En ik snap trouwens ook wel de aantrekkingskracht van familiekanalen. Hè? Want ik snap heus wel dat mensen het interessant vinden... hoe doen andere families het. Ja, maar dat kun je ook zien. Dat je die dat weet ik, maar de hele tijd in beeld ziet. En dat snap ik, maar alsnog, ik snap dat mensen er naar kijken, maar je moet er als kijker ook misschien wel over nadenken van, je houdt het ook ergens weer in stand door er naar te kijken, ook omdat wij er naar kijken, hebben ze toch weer een view. Ja, omdat wij het dan interessant vinden van, oh, hoe zit het dan? Hoe kan je nou godsnaam op wereldreis gaan met kinderen? Ja, had ik ook kunnen googlen. Hadden we ook kunnen googlen, hadden we ook niet de video voor hoeven kijken, maar toch dachten we van, entertainment. Ja, en ergens nu maken we ook een podcast en dan kunnen mensen ook gaan denken, wie zijn dat, en dan ga ik klikken. Ja, je houdt wel een beetje in stand natuurlijk. Ja, is ook zo, maar ik vond het toch een interessant onderwerp. Het is ook alweer belangrijk om te bespreken. Omdat kijk, ik vind gewoon, Arjen Lubach heeft er ooit iets over gemaakt. Toen dacht ik, wow, oké, is er nog steeds niks. Egbert Kanaal heeft al zo vaak over, ik moet zeggen, ik moet er wel vaak om lachen. Het is ook soms wel dat ik denk... Ja, het is best zielig ook voor de kinderen om als ze dat ooit zouden zien, die video's. Ja. Ja, ik moet er zelf wel om lachen, maar ik begrijp het. Het is humor. Het is humor, maar ik vind het zo zielig voor kinderen. Ja,
Ja, ik moet er wel om lachen. Als je volwassen bent, je zet jezelf op het internet... Ja. En er wordt gek over je gedaan... Ja, dan heb je een volwassen brein en dan voelt het al verschrikkelijk. Ja. Maar dan kun je er wel mee leren omgaan en het een plekje geven. En dan nou, bedenk ik hoe ik vroeger was. Heel eerlijk, als er zo'n reactievideo op mij zou gemaakt worden... zou je het niet... Zou verschrikkelijk vinden. Niet chill vinden. Nee. Nee. Kan het vaak wel met een vleugje humor naar kijken, maar ik ga wel pijn voelen als iemand, ja. Als iemand iets van me vindt of zo. Mm-hmm. Dus ja, en daar nogmaals, ik vind het heel goed dat dat aangekaart wordt hoor. En het is de manier waarop het aangekaart wordt. Ja. En hoe mensen kan je ook vaak, je kan mensen goed bereiken met humor, dus ik begrijp het ook wel. Maar ik kan me wel voorstellen dat het pijn doet. Ja, dat soort ja. Video's op een volwassene ja. Doet het pijn. Dan moet je denken hoe voelt dat voor een kind? Ja, nou, ik neem aan dat die kinderen het niet zien. Nee, hoor. Dat begrijp ik. Maar het staat wel heel online. Dus ze gaan het ooit zien. Worden ze ook 16. Ja. Dan gaan ze ook eens een keer niet op het familieaccount op YouTube kijken, maar op het ja. Incognito. Incognito versie. Kunnen ze zien ze opeens het hele internet verschijnen? Huh? Huh? Ja. Ja, ik ja. Ja. Ik vind het een lastig verhaal, want nu hebben we het er inderdaad over en ik wilde het er eigenlijk over hebben, omdat ik denk van ja, meer mensen moeten hier toch over na gaan denken. En ik hoop gewoon op een gegeven moment dat er wel iets van regelgeving voor komt, want ik denk dat dat echt wel nodig is, ja. Nu onderhand. Maar ja, ik heb er nu zelf ook een video over gemaakt, dus ergens geeft het ook weer ruimte om er te zijn. Snap je wat ik bedoel? Dus ergens geeft het ja, ook weer maar ik denk dat het wel spotlight. Besproken moet worden. Ja. En hoe meer mensen daar... over praten, hoe groter de kans is dat het ook mensen bereikt die... Er iets mee gaan doen. Er iets meer mee kunnen doen dan wij met geklep alleen. Ja. Kijk, ja, ik zou ook niet weten ook waar ik zou kleppen. Moeten beginnen. Nou, als ik dit zou willen aanpakken, dan moet ik eerst terug de politiek inkomen. Nou ja, ja, precies. Maar ja, er zijn er zoveel onderwerpen dat ik denk... Ja, dat zou ik denk dat ik daar de herseninhoud niet voor heb. Zoals we dat vorige week besproken, kregen we trouwens veel reacties op ja? Instagram over de het hele fenomeen van autisme en rijen. Nee, dat ding is de keuring. Keuring, vooral. Medische keuring. Ja, want ik dacht eigenlijk dat het dus niet meer zo extreem was, want ze waren ermee bezig om een wetgeving te doen dat het volgens mij maximaal €105 moest kosten of zo'n keuring. Wat ik nog steeds een hoop geld vind, maar goed, oké, dat is iets anders. Maar ik kreeg juist reacties van mensen die moesten wel €300 voor vijf minuten betalen en zo. Ik stond er ook al van te kijken dat het nog zo... Het is nog echt zelfs mensen die een paar weken geleden gingen nog €300 moesten neertellen. Gisteren nog iemand €180 vijf minuutjes, bam. Ja, nou en dan zijn ze daar al zo lang mee bezig. 6-7 jaar geleden hè, dat ik dat... toen volgens mij vonden ze het al... Ja. Baart me zorgen. Zetten ze er ook vraagtekens bij. Baart me zorgen voor die familievloggers. Ik denk dat het gewoon ontiegelijk lang duurt. Ja. En helemaal bij zo'n ingewikkeld onderwerp als dit. Ja. Ik zou denken, het internet is voor content creators beschikbaar vanaf 18. Maar ja, dan krijg je ook volwassen mensen die af en toe hun kinderen in beeld laten. Zie ik niks verkeerds mee. Nee, ook niet. Zijn genoeg mensen die dat wel wordt, zien. Ja, maar dat wordt dus ook al lastig. Dus maar dat is bijna niet te doen. Het is bijna niet te doen. Nee. Ik denk dat het meer aan de ouders is. Ik denk dat meer de ouders hun verantwoordelijkheid is om te zeggen van nee, we gaan echt... Oké, ik vind het prima om een familiekanaal te zijn. Laten we eerlijk zijn. Ik vind daar ook ergens niet per se iets mis mee om dat te kunnen delen. Maar ik vind wel dat je als ouders zijnde moet zeggen van... We doen één video per week, een week vlog. We doen wat momentjes filmen. Daar maken we... De content draait wel om ons. Ja. De kinderen zijn een part of onze familie. Dat hoort erbij. Ja. En dat is het. Maar kan je vertellen, daar kan je geen business op draaien op één vlog per week. Misschien, ik heb ook ooit een gezin gevolgd wat op een gegeven moment zei... Nou ja, dat was dan de oudste dochter, die werd wat ouder. En toen zeiden ze, we gaan haar meer privacy gunnen. Mm-hmm. Dus we gaan er minder in beeld laten. Wel intens als ze dat pas op de oudere leeftijd hebben beseft. Uiteindelijk is het ook niet gebeurd trouwens. Nee? Nee, ik vond dat toen dat ik dat hoorde, dacht ik van... Oh, nou, dat vind ik best wel... Kijk, en dus kwamen er nog 3 daarna aan. Ja. Dus ze dachten misschien ook wel... Ze wisten wel van kunnen nog 3 keer doorgaan. Ja. Volgens mij, daar is ook zoveel kritiek op dat gezin. Dat is Coney Jolies, heet ja, die? Ja, dat ken ik wel, ja. Ja. Die, maar die waren toch ook gelovig? Waren dat die of niet? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is weer een andere familie dan misschien. Want daar was toch ook heel veel kritiek op zo'n familie die heel gelovig was. En dan ook de kinderen in beeld. En er was iets mee. Volgens mij leek het een beetje sectaachtig, toch? Nou, ik heb ook een tijd familie gevolgd. Het waren veganisten. En zij heeft heel veel kinderen. Was dat die ene met al die witte kleding? Of was dat weer iemand anders? Maar ik vond haar wel, zij was wel heel erg lief voor die kinderen. En die kinderen waren echt niet
aan het presenteren voor de camera. Dat vond ik toch, had ik toch een ander gevoel bij. Okay. Maar bij haar waren toen ook die comments uitgezet en mensen konden werd gezien als een kinderkanaal. Maar ja, ik denk dat het kan ook op een andere manier, denk ik. Ja, ik denk dat je als. Maar je kan nooit helemaal zeker weten wat het impact is op die kinderen. En ja, op een langere termijn weet je dat toch niet. Ik denk dat je er kan. We kunnen een beetje kijken naar wat het impact is geweest met bijvoorbeeld de Disney Channel en Nickelodeon. Maar ook dat is ook weer heel anders. Want dit doe je met je ouders, dus misschien dat het toch weer. Misschien is dat uiteindelijk erger of is het juist minder erg omdat je het met je ouders hebt gedaan? Dat kan natuurlijk ook nog heel erg gaan verschillen. Want bij die andere kinderen, die waren natuurlijk heel de tijd met regisseurs en dat soort dingen bezig. Dan waren ze thuis echt thuis, misschien niet aan het werk. En nu is het natuurlijk de lijn tussen wat dan op een gegeven moment werk is en niet werk is. Die is er niet. Die is er niet dan. Ik denk dat sommige van die kinderen zijn gewoon geboren met de camera op hun snoffer. Mm-hmm. Dat is letterlijk het eerste wat ze zagen was de camera. Ja. Ja, daar komen nog hele documentaires en mommy, boeken en podcastseries over van over 30 jaar waarom dat eigenlijk niet kon. Toch? Laat eerlijk zijn, dat gaat gebeuren. Ja, Netflix heeft nu al ingeschreven. Het is natuurlijk verschrikkelijk, hè, maar je zou maar daaruit komen en het eerste wat je ziet is een zwarte lens in je gezicht. Ja, op zich zou ik dat niet zo erg vinden. Er zijn ook mensen die dat juist leuk vinden, hè? Zo'n hele fotoshoot met de bevalling en zo. Ja, maar het is niet erg als je een lens op je snuffert krijgt. Maar alleen die lens hoeft niet gedeeld te worden met iedereen in Nederland. Dat is het meer, denk ik. Ik ben wel benieuwd, wat vind je eigenlijk van familievloggers? Kijk je ze wel eens of vind je het helemaal niks? Vind je dat er regelgeving op moet komen? Of heb je zoiets van, nee, het mag wel zo blijven? Ik kan het me niet voorstellen, maar er zijn mensen die het misschien wel normaal vinden. Dan, wat is jouw favoriete familievlogger? Ah ja, daar ben ik ook wel benieuwd. Wat is jouw favoriete familievlogger? Laat het vooral weten. Kan je echt niet maken. Serieus onderwerp, meid. Ik vind dat we alle serieuze onderwerpen heus al met een klein beetje een vleugje humor ertussen mogen krakken. Ja, dus volgende week gaan we het hebben over de dood. Ja, en dan ga ik hard lachen om de angst voor de dood die jij met je meedraagt je hele leven. Ja, nee, dat bedoel je inderdaad. Nee, zeer ongepaste content. Dus hoe je dat nou zien? Kijk volgende week naar een nieuwe podcast. Dan zijn we terug. Bij deze video. Jezus, alleen. Oké, doegies. Bye.